Dus laten we eerst even goed inademen. En weer uit. En dat doen we zo een paar keer. En dan laten we eerst een golf van ontspanning over ons heen gaan. We ontspannen eerst onze ogen. En we merken dat onze oogleden zacht worden en ontspannen. We kunnen onze wenkbrauwen even optrekken. Eventjes. Alle spiertjes laten ontspannen. En dan gaat de golf van ontspanning door ons lichaam van top tot teen. Ons gezicht. Schouders, armen, handen. Borst en buik. De rug. De heupen. En de benen. Als we op een stoel zitten, gaan we even na of we onze benen goed kunnen neerzetten. Omdat ze genoeg ruimte hebben, dat onze stoel niet te hoog is of te laag. Wanneer we ons lichaam een beetje hebben kunnen loslaten, ontspannen we ons ook van binnen. We voelen ons open en ruim, net als de open blauwe lucht. En we laten de gedachten door ons heen gaan, net als de wolken in de lucht. Ze komen en ze gaan weer wanneer ze dat willen. We trekken er niets van aan. De onaangename gedachten. En de aangename. Het is allemaal gewoon wolken die door het luchtruim heen gaan.
Wanneer we ons van binnen wat meer ontspannen voelen, omdat we minder geleid worden door onze gedachten, laten we onze aandacht heel voorzichtig en ook een beetje nonchalant, dat wil zeggen op een zachte manier, op een speelse manier, laten we onze aandacht gaan naar het uiteinde van onze inademing. Maar let op, we hoeven niet meer opnieuw onze ademhaling te gaan beheersen. We voelen de ademhaling eindigen in het midden van onszelf. En we worden bewust van deze mooie plaats. En eventueel stellen we ons daar iets voor, als een soort van markering. Aan het einde van de ademhaling, waar onze inademing eindigt en onze uitademing begint. We kunnen ons bijvoorbeeld een klein zonnetje voorstellen dat ons warm houdt en dat ons herinnert aan de middenruimte. We herinneren ons het zonnetje zoals we het wel eens aan de hemel hebben zien staan, maar dit keer schijnt het van binnen. En het zonnetje, dat zal niet heel duidelijk zijn, want dat is meestal zo. Maar als we het ons vaker inbeelden, dan wordt het vanzelf duidelijker. Of je kunt je ook een lichtje voorstellen. Een lichtje zoals een vlammetje. Of een lichtje van een lamp. En dan laten we onze aandacht we gaan er niet te veel op zitten. De kunst is onszelf niet vast te pinnen, maar ook niet de aandacht te veel de vrije loop te laten. Zijn we weer afgeleid, dan brengen we onze aandacht weer terug. Op een ontspannen manier naar het midden van onszelf.
En dan worden we geleidelijk aan ons weer opnieuw bewust van onze zintuigen, terwijl we aan het einde van de meditatie komen. We horen misschien de geluiden om ons heen, bijvoorbeeld het geluid van de verwarming. Of het geluid van je computer. En we voelen misschien de stoel. Of het kussen waar we op zitten. En we worden ons ook bewust of het warm of koud is binnen. En tenslotte besluiten we om nu en dan de middenruimte te groeten nadat we onze ogen hebben geopend, zodat we nu en dan even terug kunnen naar de aandacht en helderheid. Dan doen we geleidelijk onze ogen open aan het einde van de meditatie. En ik sluit af met een korte zegen. Sapaputta nupavena, sapatamma nupavena, sapasangha nupavena satasoti. En ik geef jullie nu weer de kans of de gelegenheid om je geluid weer aan te zetten.